tijd te gaan. Dat gaf natuurlijk de indruk dat ik er niet was, maar dat was dus een vergissing. Politiek is toch ook een kwestie van presentatie. Iedereen wil bij zoiets belangrijks toch weten wat de minister-president vindt, of de minister van Buitenlandse Zaken vindt, de minister van Defensie vindt. Dat vond ik toch niet goed, omdat ik op de allereerste plaats voorzitter van de ministerraad ben. Ik vind het dan noodzakelijk om het kabinetsberaad voor te bereiden. En ik vind het ook heel nuttig om na te gaan of er misschien spanningen zijn tussen de departementen of dat we op één lijn zitten. Dat was allemaal het geval van het begin af aan. In deze moeilijke situatie hebben we eigenlijk één lijn kunnen trekken. Maar wij wisten er als publiek niks van. Het gaf een beetje de indruk van zorgeloosheid. Ja, dat was toch niet het geval. Maar we kunnen erover na blijven praten. Het heeft niet zoveel zin. Ik geloof dat het wel gebleken is dat we op een goede manier in deze zaak geopereerd hebben. En daar moeten we nou mee door. En de volgende keer doet u dat ook in beeld? Ja, ik denk het niet. Hoop dat er geen volgende keer is. Ik gun de mensen wel eens een weekje zonder minister-president. De inval van Irak in Kuwait. Wordt het nou echt oorlog, denkt u? De hele actie internationaal, met name het kader van de Verenigde Naties, is er juist op ingezet om dat te voorkomen. En ik geloof dat tot nu toe toch een aantal hele goede dingen gebeurd zijn. Met name die gemeenschappelijke opstelling in het kader van de Verenigde Naties. Waardoor toch een heel krachtig signaal gegeven is aan Irak tot hier en niet verder. En eerlijk gezegd ook terug. Maar al dat militair materieel, al die mensen die daar naartoe gestuurd worden, dat is toch niet van ontspanning of het valt wel mee? Nee, maar thuisblijven en niks doen zou grotere risico's opgeleverd hebben. Dat gezegd hebbend is er wel de verantwoordelijkheid, juist omdat er zoveel militair materieel is en heen gaat, om er op een goede wijze mee om te gaan. En daarom zijn we er nog niet en daarom willen we opnieuw proberen om de inspanningen zoveel mogelijk gemeenschappelijk te doen. Dat maakt het ook geloofwaardiger. Daar gaan we over praten met de andere Europese landen om de aanstaande dinsdag voor elkaar te krijgen. En we hopen ook van daaruit dat de Verenigde Naties gezamenlijk zal zeggen, we hebben nou dat embargo afgesproken, we zullen ook zorgen dat het nageleefd wordt in het kader van diezelfde Verenigde Naties. Dat is allemaal nog praten. Aan echt oorlog denkt u niet? Ja, u zegt het is nog echt praten. Aan oorlog denk ik niet. Maar ik denk juist dat die acties en dat op een goede manier te doen er om zijn om die oorlog te voorkomen. Want als dat eenmaal gebeurt, ja, dan heb je eigenlijk je, om het zo maar eens te zeggen, je slag verloren. Oorlog moet je nooit zien als winst. Oorlogen kennen in het algemeen alleen maar verliezers. Ja, dat zegt u, maar dat zegt Saddam Hussein misschien niet. Nee, precies. En daarom zit je dan in de klem. Dat je een krachtig antwoord moet geven. Dat je daarmee, u heeft daar een gelijk in, ook zeker risico's neemt. Maar zeker respect ook voor de Verenigde Staten die dat snel aangezet heeft. En die dan met militair materieel ingaat. Maar je neemt zeker risico's dat het fout zou kunnen gaan. En daarom is er een verantwoordelijkheid voor ieder land, ook voor een land als Nederland, om bij die grote risico's, Saddam Hussein begonnen, maar toch een hoop militair materieel in die regio nu van een aantal landen, om te zorgen dat het niet tot echt vechten komt. Nee. Nou, zijn er twee fregatten die gaan maandag op weg naar de Golf. Helemaal duidelijk onder welke vlag ze gaan varen is het allemaal nog niet. Marine heeft gezegd, we willen wel samenwerken met Engeland. Engeland heeft gezegd, net als de Verenigde Staten, die zeggen dat nog harder als Australië. Kijk, als het niet gewoon lukt met die embargo, dan moet het met geweld. Als Nederland nog eens samenwerken met Engeland, zitten we dan straks niet ongewild en onbedoeld mee te doen aan misschien een echte oorlog? Dat moet dus niet gebeuren. Daarom zetten wij nu al aan de lijn om het niet te doen, Verenigde Staten, Engeland, Nederland. Maar Verenigde Naties gemeenschappelijk via de zogenaamde Veiligheidsraad. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te bevorderen door de Europese landen, dus ook Frankrijk. Dat samen te laten, niet ieder voor zich, maar gezamenlijk. En hoe ziet u hier ook, denk ik, het voordeel dat Nederland zelf ook actie genomen heeft. Wij zijn denk ik ook voor de Verenigde Staten en Engeland wat dat betreft geloofwaardige gesprekspartners. We gaan er toch met belangrijke schepen heen. Maar we zullen wel zeggen, mensen, het kan veel beter in het kader van de VN gebeuren. En ik voeg daaraan toe dat ik ook denk dat de Verenigde Staten en Engeland er ook gelukkig mee zullen zijn. En dat hun opstelling er meer een is van prima als dat gebeurt. Maar zolang dat niet gebeurt, behouden wij onze rechten voor om het zelf te doen. Nou, dat schept zekere risico's. Van de andere kant moet ik er ook niet aan denken dat je maanden zou gaan praten en dat je alleen een embargo neemt op papier en dat je het niet feitelijk uitvoert. Want dan gaat het natuurlijk ook fout. U heeft verwezen naar het optreden van Saddam Hussein. Nou, dat beloofde niet veel goeds. Dus je moet daar natuurlijk een stevig antwoord op geven. Maar verwacht u dan dat u het eens zult worden met Engeland? Engeland dat zegt, ik sluit geweld niet uit. Ik denk dat zonder meer. Ik denk zonder meer. Ik bedoel, ik heb niet zelf... Maar wie gaat dan met wie mee? Ik denk dat we tot de conclusie zullen komen de komende dagen, dat het goed is om te bevorderen een opstelling gemeenschappelijk van de Europese landen en in het verlengde daarvan ook gemeenschappelijk
in de Veiligheidsraad. Ik denk dat ook voor landen als Engeland en de Verenigde Staten dat veel beter is. Als u me dan vervolgens vraagt, wat moet je doen als dat onverhoopt niet tot stand komt? Ja, dan kom je natuurlijk in allerlei als- en mits-verhalen. Dat wou ik nog maar niet doen. Ik wou alleen beklemtonen het belangrijk is Europese landen op één lijn en samen in het kader van de Verenigde Naties werken. Sturen we de jongens nou de oorlog in of niet? Nee, we sturen de jongens erheen om een bijdrage te leveren om oorlog te voorkomen. En terwijl ze daarheen varen, proberen we die inspanning in politieke zin ook steviger en beter te maken. Door te komen tot aanvullende beslissingen over gemeenschappelijk Europees optreden. Maakt de risico's minder. Want iemand als Saddam Hussein die zal ze drie keer bedenken. Domme dingen te gaan doen. Niet alleen voor Engeland of niet alleen voor Nederland. Misschien zelfs niet voor Engeland en Nederland samen. Maar als de hele, alle leden van de West-Europese Unie, zeg maar ook van de Europese gemeenschappen, één lijn trekken, dan is dat een heel machtig punt. En naar de andere kant toe denk ik ook dat in de Verenigde Naties gemeenschappelijke Europese opstelling van we moeten dit embargo nu ook hard maken en samen doen in het VN-kader. En vanuit die VN gedekt, dat ook effectief zal blijven. Hoe bang bent u nou dat het misloopt? Bang niet, maar het scherpt toch je verantwoordelijkheid. Toen ik zo volgde het nieuws, toen was ik wat verbaasd dat er iets van een sfeer was van hadden we al niet 2 of 3 keer 24 uur eerder de schepen heen moeten sturen. Ik moet u zeggen dat ik als minister-president een hele verantwoordelijkheid vond. Ik sprak u van de voorbereiding van het kabinetsbesluit. Ik was er dus al de dagen daarvoor natuurlijk druk mee bezig. Om te zeggen, nou, daar gaan we dan met onze mensen, met schepen naar de Golf. En dat een heel verantwoordelijke beslissing en daarom prent ik nu ook in. De heldendaad zit er niet heen om schepen hen te sturen. De verdiensten moeten erin zitten. Dat je het op zulke wijze doet. Dat je militaire conflicten en confrontaties voorkomt. Dus dat is mijn punt. Dank u wel. De Verenigde Staten en Irak staan zo lijnrecht tegenover elkaar dat een dialoog uitgesloten is. En op die dialoog had de Jordaanse koning Hussein nou juist zo gehoopt. Juist koning bellen niet alleen maar tegen Doe, maar ook nog tegen elkaar.